zijn vandaag 6 mei en we maken ons tweede rondje over het proefbedrijf Biologische Landbouw voor de reeks Bio Latinago. We hebben dit jaar een perceel zomergerst gezaaid en een perceel zomertarwe. We staan hier nu in de zomergerst. Ik ben er zelf wel fan van omdat zomergerst iets forser groeit dan zomertarwe. Voordat we gezaaid hebben, hebben we 25 kuub drijfmest uitgereden. De onkruidbestrijding is 1 keer echt een vooropkomst geweest. En we hebben na opkomst nog 3 keer geëcht. We hebben nu een mooi onkruidvrij perceel. En de nakiemers worden onderdrukt door het gewas. Zoals ik aangaf, bij de zomergerst is zomertarwe, waar we hierin staan, een iets minder fors gewas. De bodembedekking is net iets geminder. Hier zien we ook een verschil. Van deze kant hebben we bemest, zoals de zomergerst, met de 25 kuub dunne fractie van varkensmest. Hier was de drijfmesttank op en hebben we niet bemest, wat uiteraard direct aanleiding geeft tot een veel bleker gewas dat het moeilijk heeft. Dat geeft aan dat de meerwaarde van toch een kleine startbemesting mee te kunnen geven belangrijk is. Ondertussen hebben we in de tarwe ook klaver ondergezaaid als groenbemester. Het is afwachten met regen die we wel of niet krijgen, of dat die voldoende kiemt en kan doorgroeien om na de oogst groenbemester te vormen. We staan hier op een perceel waar tot dit voorjaar grasklaver stond. We hebben grasklaver een maand terug beginnen kapot maken om daar eind deze maand prei te planten. Grasklaver kapot maken is vrij bewerkelijk. We hebben hier ondertussen wellicht een drietal keer met de treffer cultivator gereden en 1 keer grote recht. De bedoeling is om deze week nog te bemesten en de restant van de grasklaver kapot te maken, zodat we eind van de maand een goed perceel hebben waar we zonder ploegen kunnen planten. Het kapotmaken doen we heel oppervlakkig. Enerzijds heeft dat het beste resultaat om die grasklaver kapot te maken. En anderzijds hebben wij het idee dat we daardoor ook de bodem minder uitdrogen, wat in een droog jaar van groot belang is. De preiplanten kun je kunt de delen zelf op. Dat is altijd het begin van het nieuwe seizoen voor ons. Hier staan we in de herfstprei, ras Cherokee. Hebben we gezaaid 12 maart. Gebrand net voor opkomst. En op deze serre is op vandaag ongeveer 25 uur met de hand gewied. Dat vergeten we uiteraard soms bij de berekening van het handwieden bij prei. Maar het valt op zich mee. En we hebben denk ik hier een mooi plantbestand. Bloemkool volgt in onze rotatie naar graan. Hier stond vorig jaar groenbemester van Faciela Alexandrijnse Klaver. We hebben de bloemkool hier geplant 13 april. Voordat we geplant hebben, hebben we bemest met een 30 ton stalmest en een 25 kuub dunne fractie van varkensmest. Op die manier hopen we van voldoende stikstof te hebben en niet te moeten bijbemesten met de korrelmeststoffen. We hebben vorige week een eerste keer gewiedigd om kiemend onkruid mee te pakken. Ik zie dat er terug een aantal kiemen staan. Ik denk dat we volgende week of de week erna gaan schoffelen. We hebben dit jaar gekozen voor een afdekking met klimaatnet of hoeicover om de planten beter te beschermen tegen koolvlieg. We hebben de indruk dat de voorbije 2 jaar een behandeling met enkel tracer op de plantbak niet voldoende bood. En vandaar deze beslissing. De wortelruggen hebben dit jaar vrij vroeg kunnen trekken. Half april zijn ze gemaakt geweest. We hebben niet direct gezaaid om een valsaaibed aan te leggen. En we zijn blij de verwachting van onkruid dat kiemt. Ik zie al knopkruid, melganzenvoet, vogelmuur. En ik verwacht dat de komende dagen met de regen dat we gehad hebben, dat er nog meer onkruid opkomt. En de bedoeling is om dat voordat we zaaien te gaan afbranden. Zaaien is voorzien half mei. Hier planten we volgende week knolselder. Zoals je ziet hebben we ondertussen al bemest met de stalmest. De grond ligt er proper bij. Dus kunnen we gewoon met de Dame Michel diepoelen, roodreggen en planten. De aardappelen hebben we geplant 2 weken terug op 19 april. De grond voelt nog altijd heel koud aan door het koude voorjaar. Toch zien we een groot verschil tussen aardappels die voorgekiemd waren, zoals deze, waar duidelijk al de kiem mooi omhoog komt. En deze aardappel was blijkbaar minder voorgekiemd en heeft nog heel weinig kiem.